We staan op het dak van de Oostpoort, tussen de zonnepanelen, met Gert Overtijn. Gert, dat is niet voor niks dat we hier staan. Zonnepanelen als teken van duurzaamheid. Wat is het thema duurzaamheid? Wat betekent dat voor jouw leven? Ja, dat is wel een hele mooie vraag, moet ik zeggen. Dat gaat eigenlijk best al ver terug. Ik ben dit jaar notabene 60 geworden. Maar het is eigenlijk al begonnen met de juffrouw in de tweede klas van de toen nog lagere school. Ik weet niet of je dat ook nog herinneringen van hebt, maar die juf die had het helemaal door. Want die heeft ons een project laten doen door een eikeltje in een potje te doen. En dat ging dan uitlopen. En dat had ze in het voorjaar gedaan. En dan mocht je in de zomervakantie dat plantje meenemen naar huis. Nou, mijn broer zegt wel eens, ik zie je nog thuiskomen glunderend van oor tot oor met je eigen eik. Nou ja, wat wil je nog meer? En mijn vader ruimde een vierkante meter tuin in voor mij. En ik heb daar die eik geplant. En die is eigenlijk van huis naar huis steeds meegegaan. En later kwam ook het besef erin van, ja, hoe leven we nou ten opzichte van Gods schepping? Wat is nou eigenlijk, hoe gedragen we ons ten opzichte van alles wat hij zo mooi geschapen heeft? Het zit werkelijk fantastisch in elkaar. Hoe meer je ervan weet, hoe geweldiger het wordt. Het zit tot zulke details uitstekend uitgedacht. Ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan te zeggen, ja, dat wil je beschermen. Want daar heeft God echt goed over nagedacht om dat te maken. Gert, ik hoor toch mensen zeggen, het is een moeilijk verhaal. Je moet dingen anders doen, je moet dingen minder doen, je moet stoppen met dingen. Hoe verkoop je dit nu aan ons als gemeente? Hoe leren we nu zien dat je eigenlijk een hele urgente boodschap hebt? Ja, dat is inderdaad wel een lastige vraag. Want het lijkt niet populair als je zegt van, nou ja, die verre vliegvakanties moet je niet meer doen. Hè? Die auto moet je laten staan. En je, weet je, het lijkt alsof je dingen kwijtraakt. Maar aan de andere kant, als je heel dicht bij het geloof blijft, dan ontzeg je je als christen ook bepaalde dingen. Omdat je denkt, ja, weet je, dat past eigenlijk gewoon niet bij Gods boodschap, bij de boodschap van verlossing. Dan ga je niet allerlei dingen doen die in de Bijbel staan die niet de bedoeling zijn. Dat ga je niet doen. En nu is die schepping in gevaar. En ik denk dat wij ons dat niet realiseren dat dat echt in gevaar is. Het hele systeem staat eigenlijk zodanig onder spanning dat het, ja, kijk, weet je, ze zeggen wel eens, die wereld overleeft dat wel, maar die mensen die vallen er straks allemaal uit. En ik denk ook wel dat een deel van die schepping wel overleeft. Maar als we niet zorgvuldig daarmee omgaan, dan gaan gewoon grote groepen van onze naasten, over het algemeen ver weg, maar ook wel dichtbij, gaan daar grote gevolgen van krijgen. Van hongersnoden, watersnood. Ja, ik denk dat je grote verplaatsingen krijgt van mensen, onrust in de wereld. En dat moeten we gewoon niet hebben. En ik denk ook dat we het aan God verplicht zijn om te zeggen, nou, wij willen als christenen zorgvuldig met uw schepping omgaan. Uit Romeinen 8, vers 19. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Ja, dat legt toch wel een behoorlijke, nou ja, verantwoordelijkheid bij ons als christenen. Van hoe gaan wij nou met die schepping eigenlijk omgaan? En hoe dat dan is, die zoektocht moeten we samen ingaan. En elke bijdrage is fantastisch, is nodig. En moet je eens kijken, als je dat zeg maar als gemeente op zou kunnen pakken en als alle christenen wereldwijd, dan kun je echt het verschil maken. Echt. De duurzame bucketlist. Eigenlijk, ja, zeker nu na corona, willen alle mensen weer van alles oppakken. Ik heb toen een keer gezegd van, ja, eigenlijk zou dit de bucketlist moeten zijn voor christen. Van nou, kijk nou eens, wat kun je nou doen met consumeren of consuminderen eigenlijk? Wat kun je doen met klimaat? Nou ja, maak het nou eens heel concreet. En hier staat het heel concreet op. En het leuke is dat we met hulp, dus de subsidie van de gemeente Gouda en ook van de kerkelijke gemeente Gouda, hier nu een app van laten maken. En die komt in september uit. En dan kun je zeg maar op je telefoon, op je tablet kun je invullen. En misschien challenge je met jou, Arno. En ja. Zo, hé, met jou, ja. Caroline. Ja. En dan kijken we, nou ja, hoe ver ben jij? En heb je nog betere ideeën dan ik? Nou, zou leuk zijn. Jij bent heel actief met duurzaamheid bezig. Wat zie je voor rol voor de gemeente, de Oostpoort? Ja, wat kunnen wij nog meer doen? Dat is een mooie vraag. Dat is, of wat moeten we laten? Zeker. Ja. Ja. Nou ja, weet je, ik zelf heb ik veel ook gehad aan cursussen. Als je kijkt bijvoorbeeld de MIGA-cursus van een aantal jaar geleden, heeft mijzelf ook enorm gestimuleerd om het concreet te maken en met elkaar na te denken, wat zijn nou goede oplossingen? Maar ook zo'n workshop van God in de supermarkt, hè, van die Alfred Slomp. Ja, super is dat gewoon. Want dan word je even aan het nadenken gezet van, oh ja, als ik nou door die schappen loop, wat koop ik dan wel en wat niet?
Ook andere projecten, ook het zonneproject hier op het dak. Ik denk dat ik zeker door wel 25 of 30 mensen daarna ben aangesproken en gezegd, nou, wij hebben ze ook hoor, wij hebben ze ook, weet je wel. Ja. Dus het werkt ook stimulerend om het met elkaar te doen. Dus ik hoop dat het in de prediking een plek mag hebben, dat we zien dat het God een verlossende boodschap heeft voor de hele schepping. Natuurlijk ook voor ons, maar ook voor die hele schepping. Maar dat we ook met elkaar zoeken van hoe kunnen we het nou concreet maken in dit gebouw, maar ook in ieders woning, in ieders leven. En niet om elkaar de maat te nemen, nee. Maar meer om te leren genieten van hoe het nou eigenlijk bedoeld is. Als je op je krukje ergens in het Stijnse Groen zit en je zit te genieten van de zwaluw die er over het veld scheren. En je weet dat zo'n zwaluw gewoon, als het hier slecht weer is, even één nachtje naar Zuid-Frankrijk vliegt en de volgende dag weer terugkomt. Als het weer beter weer is. Dan denk ik, ja, weet je, het is toch geweldig dat God dat zo bedacht heeft. En we gaan ermee om alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dus we gaan elkaar inspireren. Ja. En elkaar het goede voorbeeld geven. Dat denk ik. En God daarvoor de eer geven, want hij heeft het wel bedacht. Mooie missie. Yeah.